Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Molenkaten. In de regen trainde PEC Zwolle in voorbereiding op de wedstrijd van aanstaande zaterdag. En dat gebeurde op het natuurgras van Sportpark de Elshof in Wietum. Het heeft natuurlijk wel een reden, maar we konden het ook nu doen. Het is nog goede tijd van het jaar. De velden zijn nog steeds heel goed hier bij Wietum. Plus dat we een wat langere voorbereiding hadden dan normaal, omdat de interlandweek ertussen zat. Dus ja, we hebben al vrij snel besloten in de voorbereiding dat als we naar Amsterdam moesten, dat we dan hier weer konden gaan trainen. Omdat de omstandigheden gewoon goed zijn en het heeft ook een reden. Is dat wel iets wat je moet gaan merken dan in zo'n wedstrijd? Ja, tuurlijk. Dat hoop je wel, dat het resultaat is wat het oplevert. En ja, dat moeten we nog afwachten. Waar er in de eerste drie wedstrijden 7 punten werden behaald door de ploeg van het Schip, volgde er afgelopen week een korte interlandperiode. Voor iedereen is dat wel even lekker. 3 dagen vrij gehad. Lange voorbereiding gehad natuurlijk en die eerste 3 wedstrijden. Dus om dan even 3 dagen vrij te zijn, dat is wel even lekker. En ja, iedereen komt fris weer terug, dus dat is prima. We hebben goed getraind de hele week. Iedereen is fit, behalve Dico natuurlijk, wat wel een hele grote teleurstelling voor hem is. En voor ons natuurlijk ook, maar met name voor hem. Net dat hij terug was en 90 minuten had gespeeld vorige week, is hij weer zwaar geblesseerd. Dus ik hoop dat hij in ieder geval een goede revalidatie heeft. Maar voor de rest, iedereen staat er goed op. En met die groep gaat PEC Zwolle het zaterdag opnemen in Amsterdam tegen Ajax. Hebben die kans tegen Ajax? Tuurlijk hebben we kans, anders hoeft er niet heen te gaan. Ajax zit misschien niet in de allerbeste fase en wij zijn goed gestart, dus we hebben er vertrouwen in. Wij moeten gewoon proberen datgene te doen waar we de hele voorbereiding mee bezig zijn. En gewoon geloven in ons eigen kunnen en ook weten uiteraard dat je tegen een ploeg speelt die thuis speelt. Die normaal gesproken meer balbezit zal hebben, maar ja, wij willen daar ook onze portie in hebben. En het is belangrijk dat we goed beginnen en dat we proberen zo snel mogelijk in de wedstrijd veel ook ons eigen ding te kunnen doen. Als dat niet gebeurt, dan weet je dat je een andere soort wedstrijd gaat spelen. Ja, en dan moet je ook wapenen dat je met elkaar heel goed verdedigt. Maar goed, wij willen daar ook gaan voetballen.